Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zaterdag 13 juli. Er is veel bewolking boven Nederland en er valt ook hier en daar wat lichte regen of motregen. Die neerslag trekt geleidelijk aan naar het zuiden weg en dan wordt het overwegend droog. En in het noorden kan dan al een enkele opklaring te zien zijn. Ook vanmiddag blijft toch wel de bewolking overheersen, maar zo af en toe breekt de zon door. De temperatuur loopt op naar zo'n 19 tot 22 graden en mogelijk dat er in het zuidoosten van het land nog een bui valt. De wind waait uit het noorden of noordwesten en is matig tot vrij krachtig. De wind die neemt vanavond dan geleidelijk aan iets af. Temperaturen liggen vanavond zo rond de 16 graden. En er is veel bewolking nog steeds aanwezig. Wel blijft het vanavond op de meeste plaatsen droog. En morgen weinig verandering. Opnieuw veel bewolking. Temperatuur ligt s'middags tussen de 17 en 21 graden. En vooral in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en de wind blijft uit het noorden tot noordwesten waaien. Maandag en dinsdag nog steeds weinig veranderingen in het weerbeeld. Vanaf woensdag gaat de temperatuur omhoog en komt de zon ook weer wat vaker tevoorschijn. En na woensdag. Wordt het nog wat warmer, maar neemt ook de kans op een bui toe. Mijn naam is Remo Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.